Vandaag is het Wereld Whisky Dag, dus ik denk, doe mijn Schotse baret weer eens even op. Want ja, de lekkerste whisky komt voor mij uit Schotland. Laten we whisky gaan tekenen. Doe je mee? Ja, Wereld Whisky Dag. Nou, ik hou wel van een glaasje whisky op z'n tijd. Ik drink dat wel alleen bij speciale gelegenheden. Ja, hoe ziet zo'n whiskyfles eruit? Nou, je hebt verschillende whiskyflessen. Je hebt sommige die zijn vrij rechthoekig. Zo. Mooi etiket erop. De reflectie. De whisky natuurlijk. Kijk, deze fles is nog niet leeg. Bodem. Zo, een mooie malt whisky. De Highlands. Zo. Nou, dat zou een fles whisky kunnen zijn natuurlijk. Ja, je hebt ook wel een whisky glas. Je hebt die zag je vroeger veel, deze. Je wist wel ook vierkante glazen met een dikke bodem. Nou, vaak zat daar dan ook nog, er was dan vaak whisky met ijs. Ik moet dat niet tegen een echte whisky-liefhebber zeggen, want die moet zeker geen whisky met ijs hebben. Want dat is vloek in de kerk, zeg maar, whisky met ijs. Maar, met een warme dag, ik zou zeggen, dan zou ik niet een mooie malt pakken, maar dan zou ik een blend pakken, een goedkope blend, die wel lekker is van smaak. En daar dan wat met ijs bij doen. En dat is een stuk goedkoper in ieder geval. Nou, wat heb je nog meer voor vormen flessen? Even met een mooie bollingen in de hals. Zo. En hier misschien wat krijtteksten op de fles. Maakt het net of die dan gekeurd is met een krijtje. Wat authentieker is. Dat is natuurlijk helemaal niet zo, maar... Dat oogt dan zo. Een mooi etiket, etiket op de hals. Zo, hier kunnen we ook nog wat schaduw aangeven. Zo. Bij de dop. Nou, hier ook iets van een mooie naam zo erop. Op het etiket. Dan heb je ook nog proefglaasjes. Deze, die zijn met een vrij stevige voet. En dit moet iets breder zijn. Ik zie nou dat ik dat te smal teken. Je hebt ook deze. Dat is echt een... Noasting en tasting, zeg maar. Om whisky te proeven. Hij is niet helemaal symmetrisch, maar goed. Je snapt ongeveer wel wat ik bedoel. Ga zelf eens kijken of je nog een fles whisky hebt. Als je nog nooit whisky hebt geproefd of gedronken, ja, moet je een keer proberen natuurlijk als je op leeftijd bent. Hè? Denk erom, 18, hè? Anders mag je niet drinken. Maar goed, ja, ik zou dat zeker eens proberen. Begin dan met een gewoon goedkope blend, om dat eens te proeven. En of iemand die je kent die whisky heeft, vraag daar eens een keer om het te proeven. En ik denk whisky moet je echt leren drinken. Maar ja, probeer het eerst maar eens even te tekenen. Ik zie jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.